Hi, we zijn vandaag hier in Caroni om een container die in 2021 is geschonken door Green Heritage Fund te schilderen. Aan de ene kant hebben we samen met twee heren van Caroni een heel mooi landschap getekend met mangrovebomen en rode ibissen. En vandaag hebben we met de kinderen van Caroni hier achterop gewoon een mangrovebos getekend. Ze mochten hun eigen fantasie gebruiken en ik denk dat ze er iets heel moois van hebben gemaakt. Dus aan beide kanten kunnen we een mooi landschap zien dat je dus eigenlijk hier kan zien in Caroni. En aan de ene kant hebben volwassenen geschilderd en hier hebben vandaag de kinderen zelf het bos getekend zoals zij het zien. En ik denk dat het heel erg mooi is geworden, dus ik hoop dat ze er blij mee zijn. Het Community Conservation of Mangroves project wordt uitgevoerd in de kustdistricten Caroni en Ikeri. Het doel van dit project is om mangrovebossen samen te beschermen met de gemeenschapsleden in beide districten. De eerste activiteit is gericht op het doorgaan met het versterken van het bewustzijn van hoe belangrijk mangrovebossen zijn voor de mensheid en voor biodiversiteit. Dit doen wij door de mensen dichter bij de mangrovebossen te brengen via verschillende activiteiten. In het tweede hoofdactiviteit werken wij aan het promoten van inkomstenbronnen die overeenkomen met het beschermen van mangrovebossen. Inkomstenbronnen zoals bijenteelt en honingproductie of ecotourisme of wat wij noemen nature-based tourism. Of duurzame visserij. Wij willen door middel van trainingen mensen meer informatie geven over hoe zij mee kunnen doen aan deze verschillende bezigheden. En het laatste hoofdactiviteit is gericht op kennisversterking. Binnen deze activiteit werken wij samen met verschillende lokale organisaties die al bezig zijn met het beschermen van mangrovebossen. En dan willen we ook binnen deze activiteit kijken hoe wij de kennis vanuit Suriname en ook ervaringen in Suriname kunnen delen met anderen in de regio. Zodoende, dit alles bij elkaar, willen wij ook community-based conservation promoten. En dat is het beschermen van het milieu door de gemeenschapsleden direct te betrekken in het proces. En ervan zeker zijn dat zij ook actief kunnen participeren in het proces van mangrovebescherming.